Zo, daar ben ik weer. Rijnmond fit. Ja, Ruud was eventjes offline omdat ik griep had. Iedereen natuurlijk grappen maken over lichaamsvreemde stoffen, groente, fruit. Dat kan allemaal niet. Nou, inderdaad toegegeven, ik had even de griep. Maar het heerst. Ja, met dat weer. Hè? Maar goed, Rijnmond nu presenteer ik vanmiddag. En tegelijkertijd word ik personal getraind. Want waar gaan we naartoe, Mirjam? We gaan naar Personal Training Dordrecht. En dat is een van de twee sportscholen die meedoen deze maand aan onze fitmaand. Ik krijg een personal training. Nou, hoe vind je dat? Ik ga het zwaar krijgen. Ja? Ik word fit. Smoes. Dat is. Ik moet zo meteen de hoofdpunten van het nieuws doen. Heb je geluk? Ik geloof het ook, hè? Ja, we gaan hem wel inhalen. Al die pedentjes, kom maar. Zes. Kom lekker even op adem. Ik heb respect voor je. En normaal duurt het een uur. Achter elkaar. Goed. Wat doe jij trouwens aan voeding om het een beetje vol te houden? Nou, ik ontbijt 's morgens wat uitgebreider. Wat is dat? Wat ontbijt je? Ik eet magere kwark met krusli. Of cranberries. Je neemt een Granny Smith appel, dat kan ik er doorheen doen. En een grote bak thee. En een... groot glas vitamine C. Je moet er wel goed op letten, want wil je zoveel sporten, moet je ook de goede dingen binnenkrijgen. Maar ook ik eet wel eens een keer een lekker pizzaatje of wat. Ja? Tuurlijk, mag ook, hè? Ja, oké. Okay. Nee, want er zijn zoveel mensen die zulke andere meningen hebben over dit moet je wel eten, dit moet je niet eten, koolhydraatarm, dat soort zaken. Wat had jij aan? Mijn advies is, en dat is echt, wat ik vind het echt beste advies is gewoon keihard trainen. Goed op je eten letten. Ja. Niet alles verbieden, maar gewoon zo goed gezond eten. Dat is gewoon, ja, gewoon de schijf van 5 volgen. Ja. Niet te veel eten, niet te weinig. Fruit, groenten en een beetje eiwitten binnenkrijgen. En dan doe je het gewoon maar goed. Ik verlos je. Ik verlos je. Doei!